Van tijd tot tijd komt de EHBO-vereniging bij elkaar. Niet alleen om les te nemen, maar om eens te laten zien wat ze geleerd hebben in de afgelopen tijd. Ook vanavond een geweldige oefening wordt het. Ik heb al een beetje de voorbereiding gezien hier bij Lieke Feijen. Die niet van de EHBO is, maar van de brandweer. Want jullie doen ook wat. Ja, dat klopt. Wij helpen de brandweer om deze jaarlijkse oefeningen op touw te zetten. Ja. Wat voor materialen gebruiken jullie vanavond? We gaan vanavond 2 sloopauto's gebruiken. En onze partytent is onderdeel van het object. En er komen heel veel loodslachtoffers. Ja. Die auto's die mogen helemaal stuk, zeker hè? Die auto's mogen helemaal stuk, ja. Ik denk niet dat ze vanavond helemaal stuk gaan, maar ja, daar zijn het sloopauto's voor, ja. We zijn nu bezig met het opbouwen van de set en over een half uur komen de EBO's en gaat de oefening beginnen. Dankjewel, we gaan kijken. Alsjeblieft. Kitty Reurings, ik denk dat jij de leiding hebt vanavond. Nou, de leiding niet, maar ik ben in ieder geval hier voor de PR aanwezig en ik overzie de oefening. Nou, vanavond een grote EHBO-oefening hier in Wilnis met veel publiek heb ik gezien en veel mensen die aan het werk zijn. Er is hier iets gebeurd. Wil jij de situatie even omschrijven? Ja, er was hier op de Beatrixschool een feest aan de gang. En helaas is dat feest ruw verstoord door een auto die met hoge snelheid hier de rotonde afkwam en in botsing is gekomen met een andere auto die achteruit is gereden. Een van de auto's is tegen een hek aangeslingerd waar 2 mensen stonden. Eén wist weg te springen, maar de andere is bekneld geraakt tussen de auto en het hek. De andere auto die heeft 3 fietsers geraakt. Een van de fietsers die is onder de auto terechtgekomen en zwaar gewond. Ja. Die mensen die hier als gewonden liggen, die hebben daar zeker voor gestudeerd, hè? Want dat doe je niet zomaar. Dat doe je zeker niet zomaar. Dat zijn allemaal loterslachtoffers van Loterskring uit Horen. En die mensen die hebben daar hard voor geleerd en geoefend om alles zo echt als mogelijk uit te beelden en te zorgen dat wij als EHBO'ers een goede oefening kunnen doen en dat we onze vaardigheden kunnen oefenen en kijken of wij echt wel kunnen wat we moeten kunnen. Ja, ja. Daar heeft natuurlijk iedereen een diploma voor. Er zijn opleidingen voor bij de EHBO-vereniging. Ja, daar zijn opleidingen voor bij de EHBO-vereniging in Wilnis. Dat is ook de vereniging waar de oefening vanavond om draait. Dit is onze aftrap van het nieuwe seizoen. Nou, nog veel lessen, want je moet het altijd bijhouden, weet ik. Dus ik zou zeggen, nog veel succes. En voor vanavond, ja, we gaan nog even kijken, want het is nog niet afgelopen. Nee, zeker niet. De EHBO'ers zijn nog wel even bezig. Ja. Dankjewel, Kitty. Meneer, wat is er aan de hand? Die jongen moet die auto daar weghalen. Kom maar, ja. Moet je mee? Wat is er aan de hand? Ja, mijn schouder. Ik zie het bloed hier. Oh kom ja? Hij doet het niet meer. Ik kan het niet. Mijn voet zit vast. Haal die auto even weg. Voet zit. Kom maar. Meneer. Ik kan hem nog niet zien. Ik heb straks even één van hier. Het is maar één fiets. Mag ik zelf vasthouden? Ja, wilt u dat doen? Zo? Ja. Gaat dat echt goed? Dat is een professioneel. Ja. Nu eromheen werken. Oh, ja. Kan ik nu op de ja. Ja. Ja? Ik heb hem vast. Je hebt hem vast te draaien. Ik heb hem vast. Ja, je bent... Peter van Bergen, ja, na de oefening komt natuurlijk de nabeschouwing. Ja. En de mensen zitten al bij elkaar, daar wordt over gepraat. En jij kunt alvast zeggen wat goed en wat fout is gegaan. Ja, zo'n oefening is natuurlijk altijd heel veelomvattend. En mijn taak is om dat een beetje in goede banen te leiden. Zorgen dat iedereen zijn eigen werkzaamheden heeft. En dat niet mensen, dat te veel mensen bij één slachtoffer zitten en een ander slachtoffer niks heeft. We hebben in dit geval hadden we het over 8 slachtoffers. Dus we hebben het in groepjes van 2 of 3 hebben het verdeeld. En dan zorg ik dat iedereen eigenlijk een beetje bezig is. En zorg dat er zo snel mogelijk de slachtoffers afgevoerd worden. In de volgorde zoals
door de mensen aangegeven wordt wie het ergste eraan toe is. Die gaat als eerste weg. En dan wordt dus, nu wordt er nagedacht van wat is er dan goed gegaan, wat is er fout gegaan. Er zijn natuurlijk altijd wat dingen voor verbetering vatbaar. Maar ik denk dat in grote lijnen dat het toch best wel redelijk is gegaan. Ik zal dadelijk nog eventjes van de brandweercommandant horen wat er precies echt allemaal goed en fout is gegaan. Wat zij tenminste daarvan vinden. En wij geven dan ook onze mening van wat wij vinden wat de brandweer eigenlijk anders zou moeten doen. Ja, zo'n oefening is er natuurlijk ook altijd voor om te ontdekken wat er nog fout gaat. Heb je iets ontdekt gedurende deze avonding? Ja, we hebben wel degelijk wat dingen ontdekt. Bijvoorbeeld bij de mevrouw die onder de auto geschoven lag. Daar werd dus het hoofd opgetild en dat hadden ze in dit geval om de mevrouw wat comfortabeler te laten liggen. Ja, want ze lag natuurlijk op de straat en dat was eigenlijk niet de bedoeling. Dat had waarom niet? Omdat ze dan, ze kan een nekwervel hebben, een blessure erin en ja, dat mag niet vastgezet worden. Uiteindelijk ben je tevreden of ontevreden over de hele oefening? Ik denk dat ik wel tevreden kan zijn. Ik denk dat ik echt wel tevreden kan zijn over het geheel. En het is een mooi begin voor het nieuwe seizoen, voor het komende jaar. Ja. Eens per jaar, hè? Ja, eens per jaar doen we dat. Altijd in september, samen met de brandweer in Wilnis. Eigenlijk een jaarlijks terugkomend traditie. Ja. Dankjewel, Peter van Bergen. Nou, graag gedaan. Kees van Vliet, jij was de bevelhebber van de brandweer. De brandweer was het hulpje eigenlijk van de EHBO vanavond, nietwaar? Ja, dat is inderdaad waar. Wij werken jaarlijks mee met deze oefening. Als begin voor de EHBO, voor de start van het nieuwe seizoen. En dan zetten wij een ongeluk in elkaar of een oefening in elkaar. En dan zijn wij medewerker bij de EHBO. Nou ja, gelukkig maar, want er zijn dingen die EHBO gewoon niet kan doen, hè? Het losknippen of lostillen van mensen, dat is voor hun niet mogelijk. Goed, je hebt het vandaag meegemaakt. Je gaat zo ook vertellen wat je ervan vond. Maar je bent wel tevreden over de avond. Ik ben tevreden over de avond. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.